Ik ga vandaag 4 kanalen beoordelen en ik ga geen punten geven, maar ik ga advies geven op wat je goed en minder goed doet. Dit is dan het eerste kanaal waar ik op ga reageren. Luc XL. Luc heeft hier een enorm mooie banner. Voor de rest, de homepage van zijn kanaal ziet er heel goed uit. Met de verschillende mapjes, de indeling, de layout ziet er gewoon heel goed uit. En hier bij de About page zie je ook een korte uitleg van wie hij is, wat hij doet en, heel belangrijk, het uploadschema. Zodat kijkers weten wanneer er een nieuwe video online komt. Zoals je kunt zien, het zijn goede thumbnails. Je wilt er ook op klikken, wat heel belangrijk is op YouTube. In deze video gaan we de meest extreme tricks doen. En wat ik bedoel met we? Deze gaat niet. En mij. Ik heb al dit soort video's gemaakt, maar dat is niks vergeleken wat we nu gaan doen. Oké. Hij verwijst in die eerste 13 seconden intro ook meteen naar 2 vorige video's die hij gemaakt heeft. Voor de rest, het muziekje in het begin is ook goed. Dat is om de spanning erin te houden. In deze video gaan we de meest extreme trickshots doen. En uiteindelijk binnen de 15 seconden zijn ze al begonnen met de eerste trickshot. Als we dan even gaan kijken naar de outro. Dus hier bij 4 minuten 7 begint hun outro. Dit was dus het kanaal van Luc. Ook heb ik daarnet gezien dat er een community post online is gekomen. Dus dan gaan we nu door naar het volgende kanaal. Meneer Domino. En het kanaal sowieso ziet er heel goed uit. Hij heeft een kanaaltrailer die al sowieso van boven staat. Dan gaan we terug door naar de layout. Verschillende mappen gemaakt. Dus dat is ook heel goed. Dan gaan we even door naar de community. Ook daar heeft hij al verschillende zaken gepost. Dus dat is ook leuk voor je publiek op de hoogte te houden van zaken. Ook je banner ziet er heel goed uit. Heel goed opvallend. Voor de rest hier ook je uploadschema staat hier ook op de banner. En dan gaan we over hier naar de About pagina. Dat uploadschema en ook alle linkjes waar je op kunt klikken. En dan ga ik nu een kijkje nemen naar deze video. Dus je ziet hier dus in één perspectief en ook nog een ander perspectief hoe de domino steentjes omvallen. Wat heel goed is dat je ook twee perspectieven gebruikt. Als we dan even naar het einde doorspoelen om de outro te bekijken. Jouw outro duurt 14 seconden, wat eigenlijk een beetje te lang is. Wat ik zou aanraden is om je outro veel korter te doen, zodat je uiteindelijk meer watchtime overhoudt. En dan zijn we hier aangekomen bij het derde en dus voorlaatste kanaal, bij NH Lyrics. Zoals je kunt zien, de banner, het logo en de layout. Hier de banner, die is gewoon niet zo heel scherp. Die is eigenlijk een beetje wazig van kwaliteit. Dus zorg ervoor dat je die toch wel scherper maakt. Als we dan naar de video's gaan kijken, dan hebben we natuurlijk die standaard lyrics video's van muziekvideo's. Als we dan naar de playlists gaan, zie je dus dat het kanaal alles opdeelt in mapjes. We hebben hier de kanalen die ze dan promoten. Ook heel goed dat je dan je eigen kanaal er ook bij zit. En bij de About page, de overpagina, zie je dus ook een korte uitleg van wat ze doen op hun kanaal. Dus voor de rest eigenlijk het enige wat ik hier kan zeggen, zorg ervoor dat je hier een iets betere foto hebt als banner, in plaats van dat het zo'n wazige, onscherpe foto is met onscherpe tekst. En dan zijn we hier aangekomen bij het laatste kanaal, Milano Gaming, die hier een goede banner heeft, met een goed contrast ook, donkere kleuren op de achtergrond en dan witte tekst, wat sowieso heel goed opvalt, dus dat is goed. Kanaalnaam, het logo ziet er ook goed uit. We hebben hier dan qua layout de upload en de andere kanalen. Als we dan doorgaan naar de About pagina. Hier dus een aantal doelen staan die je wilt behalen. Maar ook gewoon een welkomsttekst met uitleg. Plus, heel belangrijk, hier zien we het uploadschema. Dat is heel erg belangrijk, zodat kijkers weten wanneer er een nieuwe video komt. En dan zitten we hier bij je video's. Eerst en vooral de thumbnails. Zit er zelfs jezelf op. Alleen zie ik hier dat het niet zo heel mooi is uitgeknipt. Dus zorg ervoor dat je jezelf iets mooier, netter uitknipt met Photoshop. Dit is dan de video. Dan zal ik even kijken naar de intro en de outro. Dus Milano Gaming, als ik jou nog tips zou kunnen geven, is het om jouw thumbnails iets meer clickable te maken. Enorm bedankt voor het kijken, like, abonneer en tot de volgende keer.